Stef, toen je er stond met die Johan Cruijffschaal in je handen, wat ging het toen door je heen? Ja, opluchting. Dus een mooie prijs voor ons. En voor mij persoonlijk ben ik ook wel blij met de bekerfinale van vorig jaar. Die heb ik misschien toch op een iets wat andere manier beleefd als andere spelers, omdat ik niet binnen de lijnen was gekomen. En als je dan vandaag echt er onderdeel van uitmaakt, dan geeft het wel een heel speciaal gevoel, ja. En je hebt te horen gekregen dat je eigenlijk overbodig was, maar je hebt de kans gekregen als spits en de kans gegrepen. Nou ja, dat heb ik in de voorbereiding in ieder geval niet persoonlijk doorgekregen. Dat heb ik gelezen inderdaad in de media. En daar heb ik toen een gesprek gehad met de trainer. En vervolgens hebben we de koppen de goede kant op gezet. En zijn we gewoon doorgegaan met waar we eigenlijk vanaf het begin van de voorbereiding mee bezig waren. En dat heeft vandaag geresulteerd in een goal en overwinning. Dus alleen maar goed. Hoe moeilijk was het om mentaal die knop om te zetten? Want je hebt natuurlijk wel een teleurstellend jaar achter de rug gehad. Ja, nou, die was eigenlijk niet zo moeilijk. Omdat ik echt het idee heb gekregen in de voorbereiding dat mijn kansen zouden komen. En ook elke wedstrijd... Is hij er ook gekomen en ook de afgelopen wedstrijd tegen Hannover nog in de basis gestart. Dus in dat opzicht was het niet zo moeilijk. Met dit als einddoel waar we de hele voorbereiding naartoe geleefd hebben. Dat is voor de ploeg als voor mij is het wel mooi. Ja. Ja, want zo snel kan het ook weer gaan in de voetballerij. Nu ben je de grote man met de matchwinnaar, de winnende goal. Ja, nee, wat je zegt, zo snel kan het gaan. En ik loop al lang genoeg mee om te weten dat het inderdaad met een paar weken er weer anders uit kan zien. Maar daarom is het ook zo dat je moet genieten van de momenten. Als topsporter die je krijgt om dat ook te doen. En vandaag hebben we het fantastisch gedaan. En ik wil deze lijn gewoon doorzetten. Ik sta op het moment in de spits. En die positie wil ik vast blijven houden. Dus daar ga ik ook voor. En als ploeg hebben jullie ook de lijn van de voorbereiding door kunnen trekken? Ja, dat klopt. Eigenlijk wel een beetje net als afgelopen seizoen. Goede voorbereiding, goede begin, start van de competitie. En nu weer een goede voorbereiding. En de eerste officiële wedstrijd is ook goed uitgepakt. Dus we staan er goed op, denk ik. In oefenwedstrijden hebben jullie weinig kansen weggegeven. Is het dan erg lekker om nu de bevestiging te krijgen dat het tegen Ajax ook lukt? Ja, dat klopt. En dat wisten we ook wel. Als je het vandaag compact houdt, het was ook vrij warm. Dus ook best wel lastig om het tempo dan voor Ajax om dat heel hoog te houden. En ik denk dat we daar heel goed op geanticipeerd hebben. En wat ik zeg, als team zijn hebben we het gewoon fantastisch gedaan vandaag. Vooraf werd er een beetje geringschattend gedaan over de Johan Cruijffschaal. Het was een beetje een veredelde oefenpot. Hoe kijken jullie daar nu tegenaan? Nou ja, voor mij is dat nooit sprake van geweest. En ook voor de ploeg zelf niet. Dat hebben we vorige week in de wedstrijdbespreking ook nog goed uitgesproken met z'n allen. Voor ons is het gewoon een hele belangrijke en mooie prijs. En dat blijkt ook als je ziet hoe we het gevierd hebben. Nog een feestje met de supporters net op het veld. Dus dat is mooi. Nou, misschien dat er in Zwolle ook wel een klein feestje gevierd gaat worden. Nou, wie zal het zeggen? Ik denk dat het niet zo uit wordt gepakt als tijdens de bekerwinst. Maar alles is mooi meegenomen.